Ja, het misschien een beetje vlotter kennen, Kees. Ja, ja, ik kan die sneller. Maar ik heb Roy beloofd spullen vanochtend om 10 uur naar de haven te brengen. Oh, maar dan hebben we nog bijna een half uur. Nee, want het is al 9:45. Nee hoor, 9:55. Vijf voor 10. 10:50. 7:00. Nou ja, hoe dan ook. Deze fraaie, bijna echte Rolexjes, die moeten naar de haven en snel. Ah, mevrouw Vlodder. Ah, Johnny, jou moet ik hebben. Ik wil je wat vragen. Nou, dan mag je wel opschieten, Sharky, want als die dozen zijn dichtgeplakt, dan ben ik weg. Ik had vanochtend een gesprek met de inspecteur van de sociale dienst. Ze zijn van plan het zwartwerk en bijklussen streng aan te pakken. Het wat? Nou, niet dat het iets met jullie heeft te maken, maar in een rapport stond dat jullie vroeger nog wel eens wat klusjes ernaast deden. Naast wat? Naast jullie uitkering. Oh. Dat mag natuurlijk niet, hè? Nou, het is vroeger, hè? We zijn nu eerlijke mensen, dat weet je, hè? Okay. Wil jij deze doos even meenemen, Sharky? Ja, ze zijn nogal streng met controleren. Ik wilde zeker weten dat jullie niet in moeilijkheid zijn. Oh, sorry, Johnny. Ik had niet in de gaten dat... Hé, wat zijn dat eigenlijk? Horloges. Ik had een paar boeken met de post besteld. Maar ja, er zaten alleen maar horloges in. Stom, hè? Daarom stuur ik ze maar weer terug. Ja, sorry, Sharky, ik heb een beetje haast. Hoezo? Het postkantoor blijft toch open tot vanavond 6:30? Ja, maar je hebt altijd van die ellenlange rijen voor de loketten. Ik ken er niet vroeg genoeg bij geweest. Waar ga je heen, Johnny? Even weg, ma. Ik ben zo terug. Ik heb liever dat je hier blijft. Mama, ik moet die pakjes echt even naar het postkantoor brengen, anders... Jij blijft hier. Zal ik anders die horloges naar het postkantoor brengen, Johnny? Ik moet toch naar de stad. Nee, Sharky. Bedankt. Dat doe ik zelf wel. Moet jij er niet weer eens even doen? Nou, ik heb anders nog wel even tijd voor een kopje koffie. Weet je wat, Johnny? Die koffie die houdt dan nog te goed. Wat is er aan de hand, ma? Je gedraagt je een beetje raar. Ze laten Danny Vink vrij. Ze laten Danny Vink vrij. Zegt jij dat iets, Kees? Nee, maar die naam komt me wel bekend voor. Ja, mij ook, ja. Wacht even. Danny Vink. Danny Vink, Linker Vink. Daar maakte je ons vroeger altijd bang mee, ma. Als we niet wilden slapen, dan zei je dat anders de Vink ons kwam halen. Dus hij bestaat echt? Helaas, ja. Het is een ex van me. Gepakt voor die grote bankroof van 75. Heb hij dat gepleegd, ma? Dat is geen kleine jongen. Danny, dat is een hele zware jongen. Moord, brandstichting, geweld, het hele lijstje. Kreeg levenslang. En die wordt nu vrijgelaten? Ja, wegens goed gedrag. Maar wat heeft dat dan met jou te maken, ma? Ik heb Danny ooit verlaten en dat heeft hij me nooit vergeven. Hoe weet u dat? Toen ik hem een keer opzocht in de gevangenis, zei hij... Jij bent de eerste die eraan gaat als ik hieruit kom. En het maakt niet uit waar je bent, ik weet je te vinden. Alleen omdat u bij hem bent opgestapt? Ja. En omdat ik hem na die bankroof bij de politie heb aangegeven. Die post van mij. Van wie is het, ma? Staat er niet op. Wat is dat, een vink? Nee. Zo doen ze dat in de onderwereld, Kees. Als je iemand verlinkt, dan sturen ze je een dode pakiet. Dit is een dreigbrief, ma. Ah, mag whisky hem hebben? U eet hem toch niet op. Maar wanneer komt die Danny dan vrij? Dadelijk. 11:30. We zouden toch die Rolexjes wegbrengen naar Robbie in de haven. Zo dadelijk, Kees. Ik ga eerst even regelen dat die Vink weer in zijn kootje zit voordat die ma iets kan doen. Ja. Hallo. Ik zou graag aangifte willen doen van een moord. Hoe zegt u? Nou, het gaat om ma. Als het een beetje tegenzit, dan wordt ze vandaag nog koud gemaakt. Door Vink. Danny Vink.
F-I-N-K. Dat is met een V, Kees. Momentje, heren. Uw moeder leeft nog. Ja, nog wel. Ja. Sorry, kan ik niks voor u doen? Wij mogen pas ingrijpen als er een overtreding is begaan, niet eerder. Hoe bedoelt u? Moeten we wachten tot Ma omgelegd wordt? Zit weinig anders op, vrees ik. Luister nou, kan er niet een mannetje of twee van ons huis zetten voor het geval dat? Zoals deze hier bijvoorbeeld. Theo, we gaan. Ja, jongens. Prima hoor. En veel succes allemaal, hè? Die lijken me niet van de verkeerspolitie. Nee, ze gaan de ploeg aflossen die vanochtend die inval heeft gedaan in de haven. Inval? In de haven? Ja, grote smokkelbende opgerold. Hele loods met heet spullen aangetroffen. Imitatie merkkleding, sportschoenen, cd's, noem maar op. Horloges? Nee, die niet. Maar het zou me niks verbazen als ze die ook nog zouden vinden. Ik hoop het niet. Oh ja, heren, waar kwam je ook alweer voor? Iets met moord? Nou, dat kan wel wachten. We moeten weer eens gaan. Loopt die klok goed? Is dat kwijt en voor elf? Ik heb hem vanochtend nog gelijk gezet, ja. Om 11:30 zou hij vrijkomen. Kom, Kees. Wacht even. Heb u misschien ook verstand van horloges die niet goed lopen? Kees! Als jij nog een tijdje gewoon wilt blijven rondlopen, moet je naar je klep houden. Je horloges die vergeten we voorlopig even. Zeg maar even. Daar, Johnny. Die man daar, die doet verdacht. Wegduiken, maar. Dat is een jogger, Kees. Die strikt zijn veters. Oh, ik dacht dat hij een pistool uit zijn schoenen haalde. Laten we nou vooral rustig blijven. Voor je het weet zien we overal spoken, maar is toch al nerveus genoeg. Is die winkelwagen niet een beetje vroeg? Stopt die anders nooit? Dat lijken wel. Twee flessen melk. Mijn vraag is stellen, gevangenis vandaag een proefverlof. Johnny, die wagen daar. Waarom stopt die? Ma, uitkijken. Daar kon hem wel eens zijn. Kijk, hij stapt uit. Heeft in de bak alle tijd gehad om zijn schoenen te poetsen. Met zijn dure kleding en zijn gejatte ring. Dat moet hem zijn. Een schurk van het zuiverste. Ja hoor, een echte killer, dat zie je zo. Hé, hey, maar je kan niet voorzichtig genoeg zijn. Het is al bijna 11:45, de vinken niet een moment hier wezen. Hij is altijd te slim af. Hij zit vol verrassingen. Is dat zo? Vroeger ook al, je wist nooit zeker of zijn pistool nou geladen was of niet. Oh ja, hoe kwam je daar dan achter? Ik telde altijd het aantal dat al op de grond lag. Kogels? Lijken. Juist, nou ik neem het zeker en voor het onzeker. Kom Kees, we gaan even een telefoontje plegen. Hé, ma, bent u niet bang? Die Danny lijkt mij geen lievertje. Ach, weet je, het is een beest, maar hij heeft ook leuke kanten. Ik heb zelf nog een tijdje met hem samengewoond. Echt waar? Met Danny de Vink? Als ik eens geen tijd had om boodschappen te halen en hij kwam net thuis van een overval, dan bracht hij altijd wel iets voor me mee. Oh, wat romantisch. Een gijzelaar of zo. En dan zorgde de politie voor eten. Nee, het was geen kwaaie vent. Alsjeblieft. Smith en Wesson, Remington, Uzi, Ruger, noem maar op. Allemaal eerste klas materiaal. Hiermee wordt elk huis een oase van veiligheid. Ik neem deze, Henny, en nog een paar van deze. En zo eentje. Kijk eens, Johnny, dit is een mooi mes. Messen is iets voor padvinders, Kees. Ik hou het liever bij een paar van deze jongens. Nee, maar deze heeft zo'n mooie punt. Kijk nou uit, voordat je het weet, leg je je eigen open. En hiermee hou je tenminste schone handen. Ja, dat is een goede keus, Johnny. Elk onderdeel is met aandacht geselecteerd
en met zorg het land binnengesmokkeld. Vervolgens zijn ze hier weer door zeer getalenteerde thuiswerkers met de hand in elkaar gezet. Oké, ik neem ze, pak ze maar in en doe dat aardappelmesje er ook maar bij. Jullie zijn snelle beslissers. Waarom die haast? Dat is een lang verhaal, Hilly. Dat is een heel lang verhaal. Ze hebben de ex van Ma uit de gevangenis vrijgelaten en die is nu op weg hier naartoe om het te vermoorden. Klinkt voor mij als een heel kort verhaal, Kees. Wie is die killer? Fink, Danny de Fink. Ja, zo'n hele zware jongen. Hij kan ieder moment hier wezen. Hey, nou, iets zeg. Ik dacht dat ik net hier buiten vreemde vent zag lopen. Hey, hey, jongens, wie wordt er nou betaald? Oké, opa, hoe zag je eruit? Groot? Klein? En zijn kleur haar? Blond? Zwart? Bruin? Zuinig accent? Baard? Snor? Oké, bedankt, opa. Volgens mij heb je de Intercity van 10 vol voorbij zien komen. Ik wilde eigenlijk meteen vandoor, dus als jullie deze nemen, zou ik graag gelijk willen afrekenen. Hé, hey, ik ken het niet een andere keer. Johnny, de volgende keer lig jij waarschijnlijk met make-up en gevouwen handjes in de kist. Dus. Johnny, moet dat nou met al die wapens? Ma, die vind je zal nergens voor terugdeinzen. Het is voor uw eigen veiligheid, hè? Oh, wat zijn dat voor geintjes? Ja, zo kan ik niet opschieten als jullie elke keer aan die draad blijven trekken. Wat moet dat met die draad? Ik bind hem vast langs alle deuren en ramen. En dan zet ik hem onder stroom. Knappe jongen die dan nog ongeroosterd hier binnenkomt. Klinkt allemaal heel gevaarlijk. Dat is het ook, ma. Maar ja, we moeten nou helemaal grof geschut in stelling brengen, hè? Nou, het zou mij benieuwen. Ach, maar als het allemaal niet helpt, is er altijd nog whisky. Is iedereen binnen? Dat gaat wel, Kees. Mooi. Daar gaat nu de stroom erop. De bestrijding van die georganiseerde... Ach, weet je, in die tijd was Danny een hele bink. Hij kon elke vrouw krijgen die hij maar hebben wilde. Op een keer had hij een oogje op Sonja. Een mooie meid. Maar die was al getrouwd met ene Mick. Dus dat ging niet door? Oh. Dan ken je Danny niet. Op een avond nam hij Mick mee op een kraak. En liet hem het dynamiet aansteken. En? Te korte lont, hè. 2 weken later was Sonja het bruidje van Danny. Ik kan me nog goed herinneren. Mooie bruiloft, zij in het zwart. Een bruiloft. Hij was dus wel romantisch. En praktisch. De bloemen bijvoorbeeld waren nog over van de uitvaart van Mick. Hey, wat gebeurt er? De stoom valt uit. Jezus, hoe kan de bus nou koud blijven? De stoppen zijn gesprongen. Dat zou die Danny wel eens kunnen wezen. Oké, maar jij blijft hier. Hier blijven. Nou, mooi werk, Kees. Je hebt onze bloedeigen waakhond geëlektrocuteerd. Die kunnen we voorlopig dus wel eens hoog opbergen. En wie gaat die troep opdwarrelen? Er komt een vent aan. Het moet hem zijn. Buk het doet, hij loopt om. Ma, ga naar boven. Ik ga helemaal niet naar boven. Ma, wat hebben we nou afgesproken? Wij zouden Danny tegenhouden. Maar jullie kunnen Danny niet zoals ik hem ken. Het is een gluif. Het zit vol verrassingen. Ja, dat kan wel wezen, maar zometeen zit hij vol met lood. Kees, nee, ma, mee naar boven. Hij loopt nu naar de achtertuin. Oké, verstop iedereen.
Je bent erbij, duif. Kijk uit, Kees. Handen omhoog. Hij is gewapend. Nou, dat ging net goed. Vind je? Dan lig je voor een paar rug aan wapentuig door de kamer heen. Ik heb hem uiteindelijk met mijn blote vuist moeten uitschakelen. Dat is hem niet, Johnny. Hoe bedoel je, ma? Ik weet hoe Daddy eruit ziet en dat is hem niet. Nou, misschien herken je hem niet direct, hè? Ik bedoel, hij heeft een tijdje in de gevangenis gezeten. Met mijn ogen is niks aan de hand. En dat is Danny niet. Je hebt gelijk, ma. Dit is een zekere Bert Raadman, inspecteur van de sociale dienst. En dit is een huiszoekingsbevel. Dit zijn alleen maar foto's van schuurtjes en kelders. Heb je niks beters te doen? Dit liet hij vallen, Johnny. Ik dacht toch echt dat hij een pistool trok? Wat staat erop, Johnny? Hij heeft onze horloges gefotografeerd. Fotograferen ken die ook niet. Wacht eens even. Dit is waar Shaki het over had. Dat ze zou gaan controleren van de sociale dienst. Hij komt natuurlijk kijken voor de wat bijklussen. Fraai is dat. Nou, leg hem maar snel buiten voordat hij bijkomt. En Kees, ruim jij ook even je rommel op in de hal. Kijk nou maar niet zo onnozel. Iemand moet het toch opruimen? En Danny komt vast niet meer. Dat weet je toch, meidje? Danny komt altijd onverwacht. Wat ga jij nou doen, Kees? Heb je stoel in de kaart in de vlucht? Wacht nou even! Wacht nou even! Ik heb het voor je meegenomen. Daar was ik al bang voor. Hier! Krijgen we nou? Begrijp je nou waarom ik op die ma van jullie ben gevallen? Ze heeft karakter, verdomd goede links. Weet je, jongen, ik heb eens zitten nadenken in de gevangenis, hè? Ik bedoel, die ma van jou heeft me wel verlinkt, maar dat was eigenlijk helemaal niet zo slecht voor mijn carrière. Is dat zo? Dankzij haar heb ik de grote jongens uit de onderwereld leren kennen. Nico van Bree, Gokkeizer van West, Reinardo de Zwart, vervalser. Stond na een week weer op straat, joh. Zelfgemaakte amnestiepapieren, jongen. En Gina van Bergen, hoerenmadame uit Den Haag, jongen. Prima connecties. Nee, eigenlijk zou ik je moeder dankbaar moeten zijn. En dan breng je zo'n heimzalig bosje bloemen mee? Wat een wijf, hè? Maar dat dode vogeltje met de post aan, dat was toch een dreigbrief? Nee, jongen. Daar wil ik alleen maar mee zeggen dat de oude Danny Vink dood is. Had je dat niet beter kunnen schrijven of zo? Nee. Ik hou van verrassingen. Ja! Staan blijven, boef! Kees? Nee! Godzijds! Ben je nou helemaal? Is dat de manier om je vrienden te ontvangen? Zeg, als jullie beter spul willen. Ik heb nou betere contacten. Nee. We gaan de schade wel verhalen. Bij onze dealer. Oh. Geven we die horloges met de stelmes, Johnny? Misschien dat ik ze nog een hennie kan verpatsen. Maar eerst moet u ons het geld toegeven van al dat waardeloze spul dat u ons hebt aangesmeerd. Nou, niet alles tegelijk, Kees. Als we daarom beginnen, dan heb je er meteen de pest in. Kijk, eerst splitsen we hem die horloges in zijn maag. En dan... mondje dicht. Laat mij maar bobben. Wat was nou de haast, Johnny? Ik belde hem op over een of ander handeltje dat goud waard is. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Goud? Nou, ik heb iets veel beters, Hennie. 500 waardevolle, niet van echte onderscheiden Rolexjes. Je mag ze hebben voor een vriendenprijs. Ik mag jij uit de nest helpen, zou je bedoelen. Robbie's werkplaats is vanochtend door de politie bezocht. En volgens mij zijn dat de horloges die jij voor hem in elkaar zou zetten. Had ik al gezegd dat er voor jou 20% van de prijs afgaat? Ik weet het niet, Johnny. Die dingen zijn moeilijk kwijt te raken. Oké, de helft dan. 2,5 voor de hele app. Nou hebben wij een gesprek. Ja, Johnny, ik blijf erbij. Die dingen zijn moeilijk kwijt te raken. Hey, Henny, even over die wapens die je half vanmiddag hebt verkocht. Ja. Hoezo? Wat is er mee? Kijk zelf maar eens. Ik bedoel, dit is die fraaie Magnum van 225 gulden. Hier, en dit. Dit is de Beretta Automatic met patroonhouder. Misschien heb je de gebruiksaanwijzing niet goed gelezen. Ah, die hebben we goed doorgekeken, Kees. Er stond nog vergrendelde veiligheidspal. Nou, dit is de Astra 400. Nadat we de veiligheidspal vergrendelden. Oké. Ik
Ik zal direct contact opnemen met diegene van wie ik dat spul heb. En die zal ongetwijfeld de schade vergoeden. Dat is goed, Henny. Kennen wij alvast intussen dan schadeloos gesteld worden? Jongens, ik pleit hem. Je hoort nog van me. De ballen... Nee. Henny, wacht even. Eerst betalen. Goedendag, heren. Wat de problemen? En niet dat ik weet, agent. De elektriciteit in deze wijk is al een half uur uitgevallen en u is nog niks opgevallen. Oh, ja, dat, ja, gek, hè? Ja, heel gek. We kwamen maar eens kijken. Oh. Kunt u mij vertellen wat dit te betekenen heeft? Het is heel goed dat u er bent, agent. Deze man, die is zojuist aangereden door die automobilist. Is dat zo, meneer? Ik kan me alleen een enorm klap herinneren. We hebben hem maar even mee naar binnen genomen om hem van de schrik te laten bekomen, hè? Van de schurk, hè? En dan ook nog gewoon doorrijden. Wij nemen het wel van u over. Komt u met ons mee? Huh? Die Henny is wel mooi de lul, hè, Johnny? Dat is prima, toch? Hij was toch bang dat hij die horloges niet zou kwijtraken? Ik denk, ik help hem een eentje.